this is also about this team. Thank you.
Gert-Jan, een hele moeilijke match vandaag. We wisten het op voorhand tegen de laatste. Je zag ook dat die mannen nog een beetje overschot hadden van de match van woensdag. Dat ze er wel voor hadden gaan. Het was niet makkelijk, hè? Ja, het was niet makkelijk, maar ik denk dat we vandaag geen goede Oostende gezien hebben. Niet goed gevoetbald. Weten dat het wel moeilijk is tegen zo'n ploeg die van onder staat om echt mooi voetbal te spelen. Maar oké, ik denk dat het volgende week toch beter zal moeten zijn als we daar punten gaan willen meepakken uit Waasland. Nu, we leggen weer de druk bij u. Zij moeten nog spelen natuurlijk morgen. Maar hoe gaat u eigenlijk zelf voorbereiden naar volgende week toe samen met uw spelers? Wow, ik denk dat dat een match is zoals tegen Doornik. Als dat nu de eerste of de tweede of de laatste is, ik denk dat gewoon iedere match wilt winnen. Maar ik zeg, het voetbal zou wel iets beter moeten zijn dan vandaag. We hebben u vandaag zien scoren op de corner. Ik hoorde in de tribunes de Franstalige collega's van Doornik roepen nummer 6, nummer 6, nummer 6. Ja, en als ik de goal zag, het was precies alsof dat voorbereid was. Well, voorbereid niet, maar oké. Ik zou niet zijn dat mijn handelsmerk is, maar ik probeer toch regelmatig mijn doelpuntje mee te pakken. En ik werd daar wel heel alleen gelaten. Dus het zou een beetje jammer geweest zijn, misschien die nog gemist hebben. Ik ga je naar binnen laten gaan, want het is koud voor iedereen, hè, dat je niet afkoelt. Ja,